het appartement aan de noordzijde in Amsterdam. Is dat nog beschikbaar? Dus ik zit op 36.000 per jaar ongeveer. Je inkomen moet minimaal zijn, even kijken, 54.000. Ik sta voor de klas, een hele leuke school in Zuidoost. Voor groep 4, het is echt de allerleukste baan in de wereld. Die netto per maand 2100, 2200 euro. Mijn inkomen zou te hoog zijn om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Ik woon hier nu in de rivierenbuurt samen met mijn zusje. Doordat ons inkomen samen hoog genoeg is, kunnen wij hier wonen. We gaan eens even kijken of ik ergens voor een aanmerking kan komen. Vrije sector. 700 euro inclusief. Ik zie het echt goed. Parkeerplek. 170 euro. Deze naast de trap. Dit is geen kamer, dit is een hoekje. 650 euro. Dit informatienummer kost 1 euro per minuut. Dus een maximum van 50 euro plus uw gebruikelijke belkosten. Nou, ik werk in Zuidoost. Dus iets wat binnen een half uur, drie kwartier fietsen is. En iets wat ik kan betalen. Dus rond de 700-800 euro per maand. Moet je staan zetten? Ja. Eventueel voor een gereduceerde prijs kan je samen met de eigenaar, die is 900 euro. Je zegt 800. Ja. Je gaat niks vinden voor die prijs, maar dan ook. Oh ja, ik heb het wel. In Zuidoost heb je een kamer. In Zuidoost heeft u een kamer, oké. Okay. Maar wel commissie voor? Mag niet. En er zit er ook van de familie in dat huis. Dus het is super gewoon een dame hoor, die er nog mee was. Ik weet niet of je rookt, of je drinkt, of je juist bent. Nee, maar ik ben super netjes. Kijk, dat bedoel ik, echte juf. Echte juf. Als ik in mijn eentje in Amsterdam wil gaan huren in de vrije sector, dan lukt dat. Gaat het niet meer lukken. Dus ik val een beetje tussen wal en schip.